alles in zich heeft om een top 10 speler te worden. Stel heeft hij alles mee zitten, als hij mentaal het ook goed op orde heeft. Daar heeft hij dan wel wat issues gehad. Maar ik, ja, de mogelijkheden heeft hij zeker. Want ik vind souplesse heel belangrijk en zoiets. En nou, ik denk wel dat hij dat kan redden, maar ja, resultaten moeten er wel komen natuurlijk. Ja, hij krijgt nu te maken met Ryan Searle, dat is een lastpak, hè? Ja, dat hebben we wel gezien die eerste ronde. Die jongen kan wel gooien als het moet ook. Dus ja, dat is wel een hele andere state of mind. Die jongen die is zo relaxed en zo chilled. Dat is een beetje, lijkt mij een beetje een James Wade manier van spelen. Oh joh, het kan me allemaal niet zo schelen. Kom maar op, dan gaat het goed. Dan win ik van iedereen en verlies ik. Nou ja, dan is het jammer. Volgende wedstrijd beter. Dus een levensgevaarlijke kandidaat. Wie plaatst zich als eerste voor de kwartfinale? Wordt dat Cool Head Look of Heavy Metal? Het antwoord komt van Martijn van Zijptam en Jacques Nieuwlaag. Veel plezier! Go home, you freaking loser! Get tricked, bro.